Vandaag weer een nieuwe Corso TV. Deze keer gaan we kijken bij Buurmalsen Tricht, de bouwplaats van Geldermalsen. En we zijn bij het Kindercorso. We zijn in Buurmalsen Tricht bij de jeugdcorsowagen. Naast mij staat Marijke. Ze heeft iedereen aan het werk gezet en heeft nu even tijd om een gesprekje met mij aan te gaan. Marijke, kun jij iets vertellen over het ontwerp van dit jaar? Ja, we hebben dit jaar bijenpret, zoals je kunt zien. Allemaal verschillende bijen in beweging. En goed, dat blijft voor ons ook nog elke keer een verrassing, want we veranderen elke keer. Want bijen zijn van alles aan het doen eigenlijk. En dat zijn we aan het uitwerken, zoals je kunt zien. Ik had opgevangen dat er verschillende ideeën waren over ontwerpen, dat het een beetje samengevoegd is. Klopt dat? Ja, dat was eigenlijk de eerste, maar dat is het niet geworden. De kinderen hadden de verschillende dingetjes ingeleverd en daar hadden we compensaties van gemaakt en daar kozen ze niet voor. Toen hadden we de opdracht gekregen, ga iets met bijen doen. En dat is dan dit eigenlijk geworden. Het is gewoon letterlijk geïnspireerd op de echte natuur. Ja, inderdaad. Daar hebben we een inspiratie ook van gekregen. Zo van, ja, wauw, dit is het. Hier gaan we bijtjes in verwerken. Omdat we het thema bijen hadden gekregen. En met dit ontwerp hebben jullie iedereen weten te overtuigen dat dit moest worden? Ja, inderdaad. Ja. En waar komt dit idee vandaan? Ja, zomaar. Zomaar. We zaten te googlen en we kwamen een tak tegen. En ja, dat was het. Gewoon kleur, peren, bijen. Ja, gewoon, het had iets en ja, invullen. En nu zie ik dat er heel veel kindjes aan het werk zijn. Aan kinderen geen gebrek hier. Nee, inderdaad. Want het is vakantie. Er zijn er nog heel veel op vakantie. Dus ja, het gaat helemaal goed komen. Er waren er ook heel veel kleintjes en die zijn met een eigen projectje bezig, zag ik. Ja, die zijn voor het kindercorso bezig. Ze zijn een kindje vanaf 4 jaar. Die zijn dan net toch iets kleiner. Dan moet je 1-op-1 laten helpen. En dan hebben we daar, die gaan met het kindercorso meedoen. Ja, en opa's en oma's helpen hier ook mee? Die helpen ook mee, inderdaad, ja. Goed sfeertje? Een gezellig sfeertje, dat is helemaal super. En ik zie dat iedereen ook naamkaartjes draagt hier. Ja, omdat Buurmalsen Tricht. Iedereen kent elkaar natuurlijk niet. Wel in het loop van de corso-periode natuurlijk. Want ja, dan zie je elkaar elke dag en dan ga je elkaar wel kennen. Maar het is gewoon om aan te spreken van wie is. Ja, super goed bedacht natuurlijk. De technieken worden wat vrijer, heb ik ook gezien. Niet meer helemaal strak op rijtjes plakken. Nee, wij kiezen gewoon voor wild plakken, zoals we het maar noemen. Gewoon lekker alles door elkaar. Dat je lijntjes, ja, het is een peer, een boom. Een boom is niet terecht. Dus ja, ik noem het maar wild plakken. Gewoon lekker creatief bezig zijn. Lekker vrij werken. Vrij werken, ja. Ja. Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen. Gaat alles een beetje volgens schema, voor zover dat bestaat? Ja, schema. Ik vind het altijd een beetje moeilijk invullen. We werken gewoon naar 14 september en dan gaan we gewoon redden. Het komt goed. Tuurlijk. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Hoe heet jij? Celine. Oh, een mooie naam. Vertel eens wat je aan het doen bent. De schoentjes aan het schilderen. Schoentjes aan het schilderen? Schoentjes van welke bij? Weet je dat? Nee. Het is allemaal verschillende, hè? Vind je dit leuk om te doen? Ja. En is het voor jou de eerste keer? Nee. Jij doet het al vaker? Ja. En hoe komt het nou dat je ieder jaar weer terugkomt? Het is leuk altijd. En ja, je kent eigenlijk wel iedereen. En dan zie je elkaar hier weer? Ja. Ben je al op vakantie geweest? Ja. Oké, dus nu kun je er echt tegenaan hier? Ja. En heb je ook enig idee wat hier straks nou op gaat komen? Of? Ik weet het niet precies, want ik ben net terug en ik ben nu ongeveer voor de 4e keer pas, dus ik weet het niet helemaal. Goed. Maakt jou eigenlijk niet zo uit? Nee. Wat zijn jullie aan het maken? Cupcake met pompoenzaadjes, zwarte. Ja, dat ziet er hartstikke mooi uit, maar ik vind jullie wel heel erg jong om dit al te doen. Hoe oud ben je? 8. En jij? 10. Zo, en jullie zijn hier op wat voor manier bij betrokken geraakt? Zijn er grote broers of zussen die hier ook zijn? Nee. Ja. Jij wel. Hi. Dat was de grote broer dus. Ja. En jouw broer zei, joh, ga mee. Nee, ik was eerder dan hem. Maar hij ging mee met mij. En vind je het leuk om te doen? Ja. En weet je ook al wat er tussenin geplakt gaat worden? Nee. Dat is allemaal nog een verrassing. Ja. Maar maakt het jou uit? Nee. Jij vindt plak. Als er geen,
Als het geen meloenschillen zijn. Als maar wat? Geen meloenschillen zijn. Nee, dat begrijp ik. Nou, okay, zo verstaan we je niet hoor. Goed, nou, ik wens jullie nog heel veel plezier en succes. Dank u wel. Dank u. Wat bent u aan het doen? Ik ben de vriendenlijst van de Corso Club aan het bijwerken. En wie zijn die vrienden? De vrienden zijn eigenlijk alle plakkers en vrijwilligers. En alle mensen die hier uit de buurt komen, die een warm hart toedragen aan onze Corso-vereniging. In de vorm van? Donaties, financiële donaties. Daarmee helpen ze ons het beste. Ja, dit is een mooi schoonschrift waar u mee bezig bent. Ja, waar komt de lijst te hangen? Hier aan de paal hierboven, zodat iedereen goed te zien is. En ja, dus als iedereen een steentje eraan bijdraagt, dan kunnen we volgend jaar ook weer verder. Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste, want we hebben er wel plezier in, maar het moet wel doorgaan. Ja, en al die kinderen, ze zijn in grote getalen hier. Ja, we hebben een hele grote kinderclub, zullen we maar zeggen. Ja, ja, fantastisch, want de geluiden zijn natuurlijk ook anders bij andere clubs. Ja, dat is jammer. Ja, maar ja, ik weet niet hoe het komt. Ik weet niet wat voor magie wij hebben dat er zoveel kinderen bij ons... Alleen maar super en met een beetje extra geld erbij, want wie wil die naam nou niet hier? Nou ja, dat vraag ik me dus ook af. Dus ik zou zeggen, kan ik u ook noteren? Ik moet onpartijdig blijven. Goed, dank u wel. Nou, dat is goed. Ik sta nu bij Alfred, de tweede ontwerper van de bijenpretwagen. Wat ben je aan het doen, Alfred? Ik ben hem even aan het intekenen, zodat ze hem zo meteen kunnen inkleuren. Ja, want die kindjes die blijven maar roepen, werk, werk. Ja, 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 ze willen door, dus ik moet harder werken. Ja. En heb jij zelf al nagedacht over de invulling van die kleuren? Ik weet voor 80%, of ja, ik weet welke kleuren erop moeten en ik weet voor 80% wat we erop gaan plakken. Dus donderdag hebben we de laatste dingen met de groenteleverancier en dan is hij klaar. Dan weten we het. Dan gaan we bestellen en dan kunnen we aan de gang. Ja, veel geel-zwart uiteraard. Ja, veel geel-zwart, maar ook heel veel groen, rood, paars. Er komt blauw in, dus er komen nog heel wat kleurtjes in. Ja, en mais denk ik ook? Mais komt er ook in. Niet zo heel veel, want de mais die we willen hebben, die kunnen we niet vinden. Dus het is allemaal hele kleine mais. We willen eigenlijk hele grote mais, maar we krijgen hem niet gevonden. Dus we gaan wat anders geel zoeken, maar dat komt goed. En zijn die kindjes die hier naar werken, zijn die handjes ook zo bekwaam dat ze dat allemaal kunnen? Nou, bekwaam maken we ze. We gaan het ze leren. Er zitten wat opa's en oma's bij die al met de vorige korsowagens altijd meegeplakt hebben. En die kunnen heel goed corrigeren. En dan kun je ze beter uithalen waar ze erbij zitten en zeggen van kijk, zo moet je het doen en dan gaat het wel. En dan hebben we over een aantal jaren een hele grote korsengroep, denk ik, die alles kunnen plakken. Dat lijkt er wel op, want de nieuwe generatie is hier ook al aanwezig. Ja, 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 we hebben De hele jonge kinderen die zitten ook al te plakken voor hun eigen wagentje, dus komt goed. Super. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Het is zaterdag 10 augustus. We staan nu bij de voormalige veiling aan de Papensteeg, waar het kinderkorso plaatsvindt. We nemen er een kijkje. Hallo, welkom bij het kinderkorso. Het is hier een komen en gaan van kinderen. Hallo, en hoe heet jij? Elisa. En wat gaan jullie maken? Een schatkist. En doe je het voor de eerste keer? De tweede keer. En wat heb je vorig jaar gemaakt? De smurfen. En vond je het toen heel erg leuk? Ja. En hoe heet jij? Lisa. En help je ook mee met haar, met je vriendin? Ja. En wordt jullie schatkist groot? Niet heel groot. Hoe groot wordt die ongeveer? Ongeveer zo. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Het kwam opeens zo. Heb je het helemaal zelf bedacht? Nee. Wie heeft het dan bedacht? Papa en mama? Ja. Ik sta hiernaast Hans Melkert van de organisatie van het Kindercorso. En welke functie heeft u? Nou, ik organiseer samen met een paar vrienden en collega's het Kindercorso. Ja, vorig jaar hebben wij als Corsostoetcommissie bedacht dat wij een andere opzet wilden voor het Corso. En toen hebben we het Kindercorso ook verweven door de stoet heen. En dat is eigenlijk een heel groot succes geweest. En dat gaan we dit jaar weer doen.
En stel je voor dat ik nou nog mee zou willen plakken. Hoe werkt dat dan? Nou, ik zou leuk vinden als je meedoet. Je kunt je eigen opgeven via de website www.fruitcorso.nl. En als je dan opgeeft, dan kun je op woensdag 11 september hier in de plakhal komen plakken. En neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee, of opa en oma, en maak er iets moois van. Ik sta hier naast Henk de Boom. En we komen hem overal tegen. Hoe komt dat? Nou, een beetje betrokken met Corso, een paar jaar. En ik vind het ontzettend leuk, Corso. Dat sowieso. En ik wil graag mijn kennis delen met iedereen. En ik wil zorgen dat we een prachtig Corso krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. En u doet veel met piepschuim. Ja, piepschuim. Van alles eigenlijk. Vormen. Vormen vind ik heel erg leuk. Ik ben een beetje toegeëigend dat je leert hoe je moet piepschuimen. En nou help ik heel veel Corso-clubs help ik mee. Als er moeilijke dingen te maken zijn, dan kunnen ze me bellen. En dan ben ik er. Is dat ook uw werk? Dat is niet mijn werk. Nee, ik heb een heel leuk beroep. Ik ben tennistrainer. En dat is natuurlijk wel wat afwijkend van, zeg maar, van Corso. Maar dit is wel een grote hobby en een grote liefde voor me, de Corso. Ja. Oké, en hoe lang doet u dit al? Sinds 2001 ben ik ermee bezig. Ik heb mijn eerste wagen gebouwd en er helemaal ingerold. En door het Corso heb ik geleerd wat ik nu kan met vormgeven en kunst. En dat is superleuk. Dus wil je ook meedoen aan het kindercorso? Meld je dan aan via de website. In Buurmalsen is het voor de kinderen echt een feestje om te werken aan de jeugdwagen. Er wordt hier heel hard gewerkt en er is ontzettend veel al gebeurd. Kun je even vertellen wat er allemaal de afgelopen weken hier gaande is geweest? Ja, er zijn echt heel veel bonen geplakt dit keer. Dus de kinderen zijn druk bezig met de voegen van op de steentjes aan het aan plakken met een boontje. Er is heel veel uitgedetailleerd qua schilderwerk. En ja, daar hopen we van de week ook weer klaar te zijn. En de wagen is al een groot deel voorgelijmd, dus het gaat echt heel hard. Ja. Ja. Dus koppen zijn ook ingestrooid, al voor een groot deel. Dus, ja, het is inderdaad verbijsterend hoe hard jullie zijn gegaan. En nu ben je ook al bezig met invulling van de materialen die erop gaan komen. Ja, klopt. Daar gaan we donderdag mee aan de gang. Donderdag gaan we een beetje kijken van wat we voor materialen precies willen. Dus, ja. Ben je tevreden? Ja, zeker. Buitengewoon tevreden. Ja, echt een hele actieve groep. Dus heel erg leuk. Ja. Absoluut. Zijn er wat kinderen op vakantie? Die moeten nou heel snel weer terugkomen? Ja. We hebben nog wel het nodige zaadwerk te doen, dat wel hoor. Maar ik ben al echt super tevreden over wat er al weggeplakt is. Ja. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben deze kleine boontje aan het plakken. En waar ben jij die op aan het plakken? Op dit gedeelte. Op die voegjes? Ja. Ja. En ik vind dat het er heel erg netjes uitziet. Doe je dat nou voor het eerst? Nee, dit is mijn derde jaar. Het derde jaar al? Dus jij bent al heel jong begonnen? Ja, op mijn zevende. Dat is echt heel lang al. En hoe komt dat nou dat jij hier bent gaan plakken? Omdat mijn oma hier ook plakt aan de grote mensenwagen. En Geldermals heeft ook een jeugdwagen. Ja. En toen dacht je, dat ga ik ook doen. Ja. Ja. En hoe vind jij dit ontwerp dit jaar? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind hem wel grappig. Ja, want vorig jaar zijn jullie heel hoog geëindigd, hè? Ja. Eerste, volgens mij. Ja, eerste. Ja. En vind jij het inschilderen of papier-mâché'en of plakken, wat vind jij het allerleukste? Op het eind plakken, de grote bonen en de vruchten. Ja, en het verse fruit. Ja. En dan wordt het ook heel spannend of die klaar komt. Ja. Nou, ik wens jou nog heel veel plezier dan. Ja, dankjewel. Dames, mag ik jullie even storen? Ja hoor. Ja. Ja hoor. Jullie zijn hier zo enthousiast bezig. Ziet er wel heel gezellig uit. Wat ben je aan het doen? Boontjes plakken. Boontjes plakken. En is dit voor het eerst dat jij boontjes plakt? Nee. Nee? Je hebt het al vaker gedaan? Ja. En jij? Ja, ik doe het ook al best wel lang. Dit is volgens mij mijn derde jaar. Kun jij mij nou vertellen hoe dat komt, dat je ieder jaar weer terugkomt?
Nou, we waren met school waren we hier naartoe gegaan om te kijken. Omdat ze meer mensen nodig hadden. En ik vond het wel leuk. En het is hier hartstikke gezellig. En het is gewoon leuk om te doen. En daarom kom ik de hele tijd weer terug. Ja. Het is ook een leuke vakantiebezigheid. Ja, dat sowieso. En is het bij jou ook zo gegaan? Ja. Ja? Ook met school gekeken? Nee, maar mijn oom, die zit hier ook. Dus dan, daar heb ik het eigenlijk van. Ja. En ben jij nou vooral van de boontjes plakken of ben jij ook van het schilderen vooraf? Allebei. Allebei. En ga je ook nou door als de boontjes erop zitten? Ja. Ja? Je gaat nog meer plakken? Ja. Ja? Hoop ik toch wel. Maar als ik jullie handjes zo zie, jullie zijn zo handig. Volgens mij kunnen jullie alles wel plakken, toch? Ja. Want jij doet het ook al een paar jaar? Ja. Hoeveel jaar, dat weet ik niet precies. Weet je nog hoe oud je was toen je begon? 6. Het ziet er wel heel relaxed en gezellig eigenlijk uit hier. Wat zijn jullie aan het doen? Hij is noten aan het plakken. Hij is noten aan het plakken. Ja, en ik ben noten aan het schoonmaken. Ook belangrijk. Ook belangrijk. Ja. En heeft u dit vaker gedaan? Nee. Is dit uw eerste jaar corso of eerste jaar noten? Nee, ik zit mijn hele leven al in corso. Oh, echt waar? Ja, ik ben penningmeester geweest hier ook van deze club. Ja. En ik zorg altijd voor de sponsoring van het corso-boekje. Heel belangrijk. Ja, dus ik heb mensen kennen mij allemaal en zeggen ze, komt de schooien weer aan. Ja, maar het is allemaal gelukt weer dit jaar? Het is allemaal gelukt. Ja, dan heeft u dus goed werk geleverd. Ja, het is allemaal gelukt. En dus, nou goed, dat is een heel belangrijk. Dus toch geld nodig? Ja, zeker weten. Zonder geld is het klaar, hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is eigenlijk wat u doet voor deze club? Ja, ik doe nog steeds een heleboel voor deze club, ja. En ook nog een beetje plakken, een beetje schoonmaken? Nou, een beetje schoonmaken. En morgen gaan we. Morgen gaan we wilde pruimpjes plukken. Zelf plukken? Ja, zelf plukken, ja. Groene en blauwe. En staan die bij u zelf op het land? Nee, die weet ik ergens. Ze staan bij iemand achteraan in een boom. Het zijn opschotbomen. Dat is wild. Ja. En die hangen vol met groene pruimpjes en blauwe pruimpjes. En die zijn morgen voor jullie? Die gaan we morgen plukken. En dan gaan ze de cel in. Ja, koel houden? Ja, koel houden. En dan zijn nu nog bikkelhard. Ja, dat is lekker natuurlijk. Ja. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Jij komt hier helemaal niet vandaan. Nee. Nee, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Gorinchem. En hoe komt het dat jij hier nu bezig bent? Mijn opa en oma die werken hier bij de Corso. Al heel lang? Mijn moeder heeft hier vroeger ook wapens ontworpen. Dus ja. Het zit gewoon in je bloed? Nou ja, niet bij mij, maar wel bij mijn opa. Je bent er wel dus? Ja, oké, maar ik ben bij ze aan het logeren. Dus. Ja, en hoe vind je dit om dit te doen? Ik zou het niet elke dag willen doen, maar één keer vind ik wel gewoon leuk te doen. Ja. En heb je ook andere dingetjes gedaan dan? Want je bent aan het voorlijmen? Ik ben deze propjes erin aan het doen. Ga je nog andere dingen doen of ga je gauw weer naar huis? Je bedoelt bij mijn opa en oma, ja, of niet? Hier. Voor de corso? Ja, ik ga zo meteen. Sorry. Bonen plakken. En dat was je eerste plakervaring? Ja. Wordt heel spannend dus. Ja. Goed, heel veel succes en leuk dat je dit doet voor Geldermalsen. Ja, dankjewel. Naast mij staat Ria Blijderveen, volgens mij een hele blije ontwerpster van de grote wagen van Geldermalsen. Ria, wat zijn jullie ook hard gegaan? Ja, we hebben grote sprongen gemaakt, dat zit helemaal in de kleur en we zijn volop aan het zaden. Dus het gaat erg goed, nog steeds. Ja. Gaat helemaal volgens wens, schema? Ja, eigenlijk wel. Ik denk niet dat we mogen klagen. We willen nog 3 weken het zaadwerk doen en dan willen we dat af hebben. Of het gaan redden is de vraag. Er is ook een hoop priegelwerk tussen. Maar ja, het streven is er en daar gaan we eigenlijk voor. Dus eind augustus is klaar. Ja, ik zie hem helemaal prachtig in de kleur staan. Weet je ook al wat er allemaal op gaat komen? Ja, daar ben ik nu mee bezig met intekenen. Dus het grove spul wordt er nu opgezet. Maar het is nog wel puzzel hoor. Want dan denk je van ik ga het zo doen en dan valt het toch weer tegen. En dan lig je weer een halve nacht wakker en dan moet het toch weer anders. Dus ja, blijf puzzelen tot eind toe, denk ik. Deze wagen is mega groot, zeker ten opzichte over vorig jaar. Spijt of niet? Nee, ja, weet je, dat zegt iedereen. Maar hij lijkt groter dan vorig jaar, terwijl hij eigenlijk kleiner is. Dus, oh, echt? Ja, hij is 2 meter korter. En hij is wel hoger, maar dat is maar op 1 punt. En de rest is eigenlijk net zo hoog als vorig jaar. Dus ja, ik denk dat een derde minder is dan vorig jaar. Maar goed,
dit gaat gewoon goed komen? Daar ga ik wel van uit, ja, tuurlijk. Ja, als je daar nou geen vertrouwen in hebt, dan komt het nooit goed, denk ik. Ik heb het sowieso. Hey, heel veel succes. Dankjewel. Dit was hem weer. Volgende week weer een nieuwe Corso TV. Graag tot dan. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Haven Dijkhuizen Olie en Benzine.